Ja. Oh, daar. Ja, ja, ja. Ja, hij komt deze kant op. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Ja. Oh, hij is binnen. Ah. Hij is binnen. Wacht, prik hem. Prik hem. Speer hem. Zo, tand uit zijn snavel. Ja. Hart, hey. Ah. Hij is. Oh, dat is. Ja, ik moet even mijn bijl hebben. Want... Oh, nog meer. Oh. Hallo, kie dikke dokie allemaal. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van The Forest. Ik ben hier weer met Antibody. Ja, hey man. Hello man, mijn naam is Korpster en wij gaan vandaag in ons nieuwe kamp, dat hebben jullie thuis nog niet gezien, hier hebben wij off-camera even aan gewerkt. Mm-hmm. Het was een heidens klusje, maar met z'n tweeën hebben we dit even in elkaar gepunnikt, want dan zijn we wat veiliger. Ja, precies. En, prachtig bomen gerooid hier. Ja hoor, er staat geen boom meer in de omgeving, zowat. Nee. En nou ja, wij zijn hier weer even wakker geworden, natuurlijk na onze... zoektocht naar een kadaver. Ja. En ik denk dat wij vandaag maar weer even verder moeten gaan zoeken, man. Want ik maak me toch wel een beetje zorgen om. Ja, want vorige keer zaten we in een grot en daar hebben we ook niet kunnen vinden. Dus nee. Ja. Het is natuurlijk wel even een groot eiland, denk ik, dat hier is. Dus... Ja, precies. Ja, ik stel voor dat we eerst even wat gaan eten. En ik ga eerst even een bad nemen, want ik ben een beetje bloederig. Bloederig geheel hier. Beetje smerig. Even kijken, heb ik nog een speer. Oh, kijk. Ja, hier zwemmen allemaal vissen rond. Ja, ik ga even wat vissen proberen te vangen, want dan hebben we een barbecue zometeen. Ja. Kom hier. Mis. Ja. Oké, man, ik heb in ieder geval één stuk vlees. Vis, dus gooi ik wel even op het vuur. Yes. Nou ja, en als dan onze magen gevuld zijn, mensen, dan gaan we toch weer eens even kijken of we kadaver kunnen vinden natuurlijk. Want ik ben bang dat hoe langer het duurt, hoe meer dagen we hem kwijt zijn, hoe minder groot de kans is dat hij het overleeft. Ja, precies. Dus, oké, er ligt een visje op het vuur. Ja, eens even kijken, ik moet ook even zo'n speer in elkaar punniken. Ja, die moet je vinden, man. Aan de overkant aan de overkant ligt er een, volgens mij, bij die koppen. Bij die koppen? Ja, bij dat meer, aan de overkant. Daar steekt zo'n stok uit het water en die kun je pakken. Dat is een speer. Oh, daar. Ja, ik zie hem. Hop, weer een visie. Kijk. Weak spear collected. Oké. Okay. Het vissen gaat ons goed af, zo. Equip. Ja, kijk. Daar heb ik ook een... Hoppa. Nou, dan gooi ik nog even een visie erop, want ik kan dat schelen. Ja. Even kijken hoor. Deze keer kop eten. Lekker. Oké, man. En dan heb ik nog wel wat vis. Ik denk dat ik hier in dit droogrek even wat ophang. Even kijken. Zo. Kijk, ik hang die vis gewoon te drogen. Dan scheelt dat ook weer. Visie. Zo. Ja, weer eentje in de pocket. Ja, kijk, hij gaat lekker. Alright. Dus, even de maag. Ik kan hier ook vissen ophangen, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Een lekkere droge rek hier. Zo. En hop. Dan gooi ik ook even wat op het vuur. Kijk hem staan met zijn speer. Geweldig. Ja. Even wat bladeren erop, zo. Hopla. Lekker. Nou, ik ben vol, dus we kunnen zo meteen op zoek. Ja, precies. Naar onze vriend natuurlijk, hè. Mm-hmm. Ja, eens even kijken waar we naartoe wandelen. Nou, kijk mensen, deze vlaggetjes, zal ik even uitleggen. Wij hebben twee karren gemaakt. Ja. En dat zijn die gele vlaggetjes. En die karren, die kun je volgooien met boomstammen en dan rij je dat naar het kamp terug. Mm-hmm. En dan heb je zo 10 boomstammen per keer. Dus dat scheelt een hoop. Want anders moet je bij twee boomstammen iedere keer heen en weer rennen. En nou kun je er gewoon 10 tegelijk mee nemen. Dus dat is... Oh, ik zie daar... Daar loopt een engert hier buiten. Is dat zo? Ja, ik zag hem hier door de kier.
Even kijken. Eventjes kijken. Ja, ik zie hem daar. Ja. Bij dat kamp Waar? van hun. Dat kamp van hun, weet je wel. Waar die tentjes stonden. Waar we die touwen uit hebben. Kijk, daar lopen ze. Ja. Oh, daar. Ja, ja, ja. Ja, hij komt deze kant op. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oeh. Ja. Oh, hij is binnen. Hij is binnen. Wacht, prik hem. Prik hem. Speer hem. Maar even lekker op de grond liggen. Zo, tand uit zijn snavel. Ja, kapot in jou. Zo, dit is wel eentje van hij de taaieras. Even kijken, is die deur dicht? Ja. Oh, dat is... ja, ik moet even mijn bijl hebben. Want... Oh, nog meer. Oh. Zijn vriendinnetje, okay. Die gaat ons gewoon uitlachen. Rennen, jongens. Rennen. Hé. Hey. Hey. Rennen. Wat is er, man? Waar ben je? Oh, man. Man. Weg met jou. Kadaver. Ja. Ja, ja, ik zie hem. Waar zitten jullie? Ja, hier. Ja, hier kom man. Binnen, man. Waar ben je? Ja, ja, hier, man. Ik ga eigenlijk naar boos. Hé, hey, ik zie jou, man. In het... Ja. Pijn in mijn hoofd. Ja. Ja, wat is er? Kom. Wat is er? Ja, we komen hier wel even tegemoet, man. Die gast is dood. Ik zie... Man. Ja, loopt die klant. Oh, oké. Okay. Ja, ik zie je, man. Hey, man. Ja, ja, kijk dan. Oh, oké, okay. Kom snel. Kom snel. We gaan even naar dat hok van ons. Kom. Ja. Terug naar het kamp hier, want het is veel te eng. Oh, kijk uit. Twee van die eng nekken. Zie je ze? Waar moet ik heen? Oh, man. Ja, man. Kom snel naar het kamp in. Dan kun je even bijkomen. Ik leg deze al even om. Hop, weg. Oh, ik word besprongen door die gek. Etter. Gaat die? Deze die zit op rollen. Oh, ik ga erop. Help. Nee hoor. Dank je, man. Zo. Ah, man. Oké, okay, snel naar binnen. Snel naar binnen. Dan kunnen we kadaver eventjes wat eten geven en wat drinken. Ja, precies. Even kijken, wat ben je ook daarover? Ja. Wap ik in? Ja, man. Kom. De deur. Kom maar. Wat zit er nog meer? Oh, weggooien zie je. Ja. Oké, man. Nou, dit is toch echt van een verrassing, zeg. Oh, drinken. Ja. Dit is toch even een grote verrassing. Dit had ik niet verwacht. Waar kom je vandaan, man? Ja, ik weet het niet. Ik werd wakker ergens in en... Oh. Van midden in het bos? Ja. Oké. Nou, ik ben blij dat je bent, man. Ik dacht dat we op vakantie gingen, maar... Ja, dat gingen we ook, maar ik heb... Ja, dat was wel de bedoeling. Ik heb eerst 4 dagen gezocht naar jullie en toen vond ik antibody op een gegeven moment uit een grot, was hij geklommen. En ja. We hebben nog 2 dagen naar jou gezocht, maar ik had al bijna de hoop opgegeven, man. Dit is toch niet het 5-sterren hotel dat hier reisgids? Nee. Nee, absoluut niet. Het zit er dicht tegenaan, maar... We doen ons best. Is dit het hotel? Kijk, ik heb een visie op het vuur liggen voor je, man, als je honger hebt. Kun je even bijkomen? Kijk, ik ga er ook even wat op. Je bent ook naar de kapper geweest, Cynic, ondertussen? Gaan we grappen maken. Oh, sorry, man. sorry, ja. Is geen tijd voor grappen, nou. Nee, maar ik ben blij dat je leeft, man. We zijn weer met z'n drieën, mensen. Ja, ja. Dit is mag toch... Mag je nog meer eten? Hoezo? Even kijken, ik heb probeer die vis te pakken, maar dat mag niet. Nee, die is nog niet droog. Oh. Dus, Ik eet met schompen, maar mijn maag was leeg. Ik heb nog wel wat bladeren voor je. Ja, ik ga wel even wat vis vangen hier al. Ja. Ik ga nog wel wat drinken. Ik ben uitgedroogd, man. Goh, man. Nou, dan heb je echt mazzel, want het wordt steeds gekker hier met die zombies. Oh, wegtrekken. Met die zombies, met die kannibalen hier al. Maar hoe komt dit? Nou ja, wat is dit? Nou... Weet je, ik werd op een gegeven moment, dat vliegtuig sprong ik uit hier, ik was gecrashed in het vliegtuig en toen ben ik eerst in een boom gaan wonen een tijdje. Super scary met die gek hier omheen en op een gegeven moment vond ik hier 2 van dit soort huisjes. En toen dacht ik in eerste instantie dat jullie die hadden gemaakt, dus ik heb hier gewacht op antibody en jou. Maar ja, jullie kwamen maar niet en op een gegeven moment kwam antibody uit een grot ergens. Die werd wakker in een grot of zo. En nou, toen hebben wij deze muren eventjes hier omheen gemaakt. Want ja, dan komen die engnekken natuurlijk niet in de buurt. En we zijn eigenlijk 2-3 dagen op zoek gegaan naar jou. Nog een dikke grot in geweest, maar ja, daar was je toen ook niet.
En we zouden eigenlijk eventjes gaan eten deze ochtend en dan weer op zoek naar jou. Dus Nou ja, ja, zodoende. dat is wel gelukt. Zodoende, ja, ben ik super blij dat jij ineens tevoorschijn komt. Ja, met z'n drie overleven gaat toch een stuk Dit is makkelijker, toch denk ik. veel beter, man. Dit is, en ik ben super blij dat mijn maatjes nog leven. Mag ik eerlijk, Ah. zeg, eerlijk bekennen. Ik noem hem hier. Even Nou, kijken, ik nou. heb wat vis op het vuur gegooid. Ja. Maar moet ik zelf ook even wat eten, want ik ga er ook op. Ik gooi mijn vis wel eventjes in dit rek. Lekker jong. Plek zat, zeg ik. Dus. Ik heb Oké, ook okay, man. eten gevangen. Ik heb ook eten gevangen. Kan ik Nou, deze ook mooi. ophangen? Ik hang ook even alles op wat ik heb. Kijk. Mag ik deze ophangen? Kijk hem dan. Gooi maar in dat vuur. Hoi. Gooi maar in het vuur. Ja, gooi er maar in. Wat een Even hier. idee. Vol erin. Hoppa. Zo, nou. Nou, dat heb je netjes neergezet zo. Jawel, hè? Oké, nou, dit is toch super gaaf, mensen. Een kadaver moet even bijkomen. Die moet weer even op krachten komen. Ja, man. En dan, na de volgende aflevering kunnen we wel even het eiland gaan verkennen met z'n drieën. Ja, absoluut. Want er is En denk ik wel een hoop te ontdekken. ja, en we kunnen natuurlijk ook nog eventjes een soort bungalowtje neerzetten hier natuurlijk, binnen de Ja. muren. Want dit kleine hokje om hier nou met z'n drieën te gaan overnachten iedere keer, dat zie ik ook niet Ja, zitten. lepeltje, lepeltje, dat Ja. word ik ook een beetje beu van. Een Ja, kadaver wil in het hier midden pas liggen ik alleen natuurlijk. nog niet eens in. Dus mensen, ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden, leuke video vonden. En mocht dat zo zijn, dan zijn wij enorm verzot op dikke likes. Antibody en Yes. ik. En kadaver, die wil ik ook even vermelden dat die zijn YouTube-kanaal gestart heeft. Ja hoor. Dus ja, mocht dat van de grond komen, dan kunnen jullie daar ook even kijken natuurlijk. En dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken en iedereen bedanken voor het spelen, mannen. En ik vind die speer ontzettend eng. Ja, ik zal hem even opbergen. Ik pak Ja, even mijn bijl. Ja, ik oké. zal hem tegenin. Oké, mannen. Bedankt voor het spelen en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi, Hoi, hoi.